Ding, ding. Nou, hier staat Floris. F-L-O-R-I-S. Floris. Floris, als televisieserie is gedraaid in 1968. Nou, tel maar na, dat is dan bijna 45 jaar geleden zo'n beetje. Er zijn drie kastelen in feite die je in de film ziet. Dat is dus dit, de Doornenburg. Dan is er een klein kasteel Herne en Loevestein. Maar die zijn daarna gedraaid. Dus alle, zeg maar, de bulk van het hele ding, dus zeg maar twee derde van de afleveringen, is hier gedraaid in de Doornenburg. En dan gaan we hier, komen we langs de muren van de Doornenburg, waar de soldaten op stonden. En daar staat de deur. Er staan twee. Oh, kijk eens even, daar staan soldaten voor de deur. Hey Paul. Hey Gerard. Toevallig. Verrast. Is Gerard Soetemaal, schrijver van de serie hier ook. Hey. Dag jongen. Welkom in ons verleden. Ja, hartstikke leuk. Oldenstein. Dat zie je. Zie je. Heren, bedankt. Heren. Eigenlijk kan je zeggen dat het precies hetzelfde is nog. Er is helemaal niks veranderd eigenlijk in die 50 jaar. Daar hebben ze al de soldaten altijd stonden daar. Hè, als de aanval kwam van Rossum, Hans Kuhneman, dan stonden soldaten, gebruikten we. Op dat stukje eigenlijk konden ze staan. Vuur! De serie ging over een jonge ridder die na omzwervingen over de ganse aardkloot terugkomt in zijn vaderland. En dan merkt dat hij, wat hij graag had gewild, weer op zijn kasteel, voorouderlijk kasteel, zou kunnen gaan wonen. En dan merkt hij dat hij in de oorlog terechtkomt en dat dat kasteel van hem gejat is. En dat iedereen hem eigenlijk, elkaar en hem ook, naar het leven staat. Ik kijk naar dat kasteel. Is het tolhuis? Is dat het tolhuis? Dat wist je zeker niet, hè? Nou, vooruit, schiet op! Die inspiratie kwam gewoon als je bezig was, omdat het zo ontzettend leuk was met die meesten. Hij was ook een hele leuke crew. Het was, ik zou zeggen, waarschijnlijk de leukste productie die ik ooit in mijn leven heb gedaan, 9 maanden lang. We zaten hier met z'n allen in een klooster in feite. Want het hotel in Alverna kon al die gasten niet aan en dus herbergen monniken de filmploeg. Maar dan was het 's avonds dat iedereen aan de tafels bij elkaar schoof. Het was niet zo klikjesachtig. Het was eigenlijk zo vriendschappelijk. Een werkdag voor een filmploeg begint om 7 uur 's ochtends en eindigt op een onbepaalde tijd, maar altijd laat, met een eenvoudig doch voedzaam maal. Er was zo'n interessante eigenlijk doorsnee van de populatie, was crew en cast. En ik heb dat nooit meer meegemaakt, dat mensen zo eigenlijk met elkaar omgingen. Er is altijd veel meer scheiding, scheiding tussen de acteurs en de crew. En dit was eigenlijk iets heel bijzonders. En daarom staat het in mijn geheugen eigenlijk vast als de, waarschijnlijk wel de allerleukste productie die ik heb gedaan. Loevestein, Hernen en de Doornenburg zijn de enige echte stukken middeleeuw die in Floris voorkwamen. Deze tent is helemaal van vandaag.
Ook al zijn alle requisieten van gisteren. Want voor oude verhalen heb je vreemde dingen nodig. Eén geraamte, één kruisboog, één mandolientje, een reproductie. 14 tinnen kroezen, zijn die er? En 35 stenen kroezen. Eén hoek van de tent is dan een kapsalon met pijpen schmink en pruiken. Want karakter, schoonheid of verleden, alles kan uit een potje komen en is toch niet van echt te onderscheiden. Een beetje weer naar links. Als er veel figuratie meedoet, hebben de grimeurs handen vol werk. En ook bij de opname zelf helpen ze moeder natuur steeds weer. Weet je wat voor laarzen je aan moet, Rutger? Ja. Je hebt dan eigenlijk niet in de gaten wat een impact zoiets heeft als het dan uiteindelijk wordt uitgezonden. Want dat was natuurlijk ontzettend leuk als ik dan bijvoorbeeld werd... Het werd dus altijd op zondag uitgezonden om 18:00 PM. En dan keek ik soms dan wel eens naar buiten. Ik woonde toen op een heel klein flatje ergens in Rotterdam. En dan keek ik naar buiten en dan zag ik allemaal kleine jongetjes met stokken... en met handdoeken om die gevechten nadoen. Van, dat was zo leuk. Ik denk, god, het leeft zo tussen de mensen. En nog steeds. Ik had een toernooi geschreven van 20 ridders te paard tegen 20 ridders te paard... Maar ja, dat zijn 40 paarden. En kom maar hier eens met 40 paarden op elkaar losstormen. Dus dat was er niet. En toen hebben we de paarden gewoon maar weggelaten. Want je moet ze nu dan concessies doen. En toen sloegen ze elkaar staande op het hoofd. Die opmarcherende ridders, dat waren dus allemaal de stuntmensen van Hammy de Beukelaar. En die waren allemaal uitsmijter op het Rembrandtplein. Dat was het leuke. En die werden, omdat ze allemaal 25 waren, 30, maar het moesten ridders zijn... hebben ze dus allemaal baarden aangezet en die hebben we allemaal grijs en wit gekleurd. Nou, het ziet er ook niet uit op de film, hè, vind ik nog steeds, als ik dat zie. Ridders van de nacht en ridders van... Van Floris, dat hadden een dubbel functie. Ja, daar waren ze heel goed in. Ja. Richard, wat jij van de helm legt? De boeren, burgers en buitenlui maakten al die kostuums vies. En dus werd er gewassen, gestreken, gepoetst aan de 50 helmen, 150 paar laarzen en 15 harnassen. Jongens, waar leg mijn pak? Kijk, het grappige van Paul was, hij wist precies wat hij wilde. Maar het zijn natuurlijk twee dingen om het over te brengen aan een acteur. Hoe wil je het hebben? Dus hij, ja, daar wordt hij dan vaak nog mee geplaagd. En dat zal hij zelf ook nog eens zeggen. Dan lieten we het altijd een paar keer voordoen. Maar uiteindelijk wisten we dus heel goed wat hij bedoelde. En kreeg hij natuurlijk precies wat hij hebben wou. Dus je zegt, mannen, onze goochelaar. Ja. En dan als, het ware, als hij naar voren loopt, dan gaan wij en dan loop je langzaam naar voren. Ja, dat kan natuurlijk niet altijd langzaam. Nee. Nou, kom, kijk zo. Mannen, onze goochelaar. Komt hier. Dan moet jij dus in dit stukje weer rijden. Ja. Even proberen. Mijn stelling eigenlijk over acteren, die me heel kwalijk is genomen, is dat een acteur moet gewoon lopen van A naar C, maar bij B moet hij even opzij kijken. En dat is het acteren. Nou, er is gelukkig één ding wat niet acteert, dat is het kasteel. Dat staat gewoon braaf nog zijn best te doen. Deze ruimte is gebruikt, die ruimte, eigenlijk alle ruimtes, trapjes enzovoort. Alles hebben we in dienst gesteld van de film, dat het gewoon allemaal echt was. Je hoefde niks te doen, het kostte niks, niet waar. De trapjes waren oké. Het is interessant dat we erin geslaagd zijn zoveel dingen van het script eigenlijk op een of andere manier hier vandaan te draaien. Dan hadden we natuurlijk helemaal geen geld om heel veel andere dingen te doen. Het budget was 500.000 en ik geloof dat we gedraaid hebben voor 1,5 miljoen. Ja. Dat is dus 200% meer. En dat was ook wel een steen des aanstoots in de omroepwereld op dat punt, geloof ik, als ik het wel heb. Koffie! En wie komen er op de koffie? Eén regisseur met assistent, de acteurs, één cameraman met assistent, twee belichters, twee geluidstechnici, twee scriptgirls, twee kleedsters, twee toneelkappers, productieassistenten, figuranten, chauffeurs, kortom, alle behalve de paarden.
De KRO was natuurlijk sowieso tegen uit concurrentieoverwegingen. Maar de VPRO was tegen uit geweldsoverwegingen. Ze vonden dat dit de ondergang van de jeugd zou zijn. En dat is ook gebeurd. Kijk maar, zo'n man als Mark Rutte heeft ernaar zitten kijken. En wat is er van die man terechtgekomen? Ja, natuurlijk. Zeker. Dolzen! Een van de afleveringen speelt zich, een gedeelte van, daarvan speelt zich hier af op deze ja, loopgang eigenlijk is het. Ja. Dan is Sindela hierboven en die maakt, volgens het script van Gerard, die maakt een bazooka. Oh, ik was het totaal vergeten. Ja. Hoe kan iemand het verzinnen? Nou ja, dus ik heb ook, toen ik het las, dacht ik ook al, hoe kan Gerard dat nou denken? Want ik moet dus een bazooka opbouwen in ongeveer 10 seconden. Want anders is het heel saai om dat allemaal aan elkaar. En dan heb ik gedacht, dus nou, laat ik een stukje zien. Een stukje, een klein stukje zien van dit en een stukje van dat. En, dit, bup, 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 en dan zie je het en dan, hop, is die in elkaar en dan boem. Op de set is het schijnbaar een chaos. Want terwijl de cameraman het speelvlak uit laat lichten, is de regisseur samen met de scriptgirl bezig om de samenhang in de scènes te bewaren en geeft die spelaanwijzingen. Goed, wacht. Echt de hand. Oké, dit uitlichten. Ietsje duidelijk. Nou, vernieuwend, ja. Omdat we veel uit de hand werkten. Ja, er was nog geen steadicam, dus ik moest alles van de schouder doen. En ik stond bekend dat ik nogal steady was, dus in het wispaal. Dus vandaar. Maar wij gaan mee met hem. Dus het geluid moet even sterk zijn als dat je hem daar hoorde. Dat is het punt. Ja, daar had ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. Maar dat ik langzamerhand eigenlijk steeds meer overgeheld ben naar wat Tom eigenlijk steeds eigenlijk wilde. Dat is met die camera gewoon erbij zijn, zoals we nu doen bij dit programma. Erachteraan en draaien en alles uit de hand en buigen en dit en dat. Dat komt allemaal eigenlijk, heb ik geleerd van Tom. Wil jij nog wat hebben? Een kijkje achter de schermen doodt elke illusie. Wat er zo mooi echt uitziet, blijkt tot stand gekomen met een auto, een camera en 10 kreunende duwers. Dus hup! 1, 2, hup! Ja, dat je dus dat ritme krijgt. Hup! 2, hallo. Ja. Ja. In ieder geval dat je dus niet zegt hup! 2, want dan duurt het zo lang. Ja, ja. Gewoon op hup! Okay. Chris van Houten die zegt altijd, als ik iets voordoe, van doe het nog eens. Maar de eerste die dat ooit in de leven heeft geroepen, en ik bedoel, het is misschien doorgegeven van de ene actrice naar de andere, maar was Ida Bons. Ida Bons was degene, als ik iets voordeed even, van dit moet je zo doen en zo. En dan zei ze, dat begrijp ik helemaal niet, Paul. Kan je dat, dan moet je nog even, mag ik even langs, bij de camera gaan staan om te kijken hoe dat moet? Het was Paul zijn debuut. En hij was, heel jong, onervaren, enthousiast. Dat was een hele jonge hond. En hij stak ons allemaal aan. Met enthousiasme. En dan moet je het zo doen en dan moet je het zo doen. En dan ging je het helemaal voorspelen en zo. En dan stonden we wel eens. Paul, hoe moet je dat doen? Zei hij nou zo? Ik herinner me dat ik in het begin dacht, ja, is goed. En later, ja. Maar ik moest alles leren om met acteurs om te gaan en zo. Ik vond ze ook gevaarlijk enzovoort. En gevaarlijke vrouwen, gevaarlijke mannen. En dan lachten we hem uit. En dan werd hij verlegen. Ja, ja. Hij werd verlegen dan. Ja, dat heb ik eigenlijk allemaal langzaam geleerd bij Floris. Ik heb dus mijn opleiding filmmaken is Floris. Instelling klaar. Actie! Dat is een tijdje geleden, hoor. Ja, heel lang. Hallo, 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 hallo. Gravin Ada van Kouwenberg. Wij kwamen hier toen toch op dat paard binnen, voor het toernooi was dat. Ja.
Ja, daar speelden ze. Nee, jullie waren de dienaren. En in de Amazone. En waar ik zelfs in Amazone zit met de jurk hier. Ja, ja. Heer Jabik van Hogenthout. Gravin Ada van Kouwenberg. Heer Jan van Panneren. Gravin? Staat u mij toe? Dank. Excuseer. Dag, Floris. Gravin. Nog een blikje. Toen begon een paard te poepen. En Hammy de Beukelaar, dus het hoofd van het stuntteam, die ging erachter staan, die ving dat op in zijn handen en bracht het naar mij toe en zei, Paul, puur natuur. Hij is nog net zo gek als vroeger. Ik zal het nooit vergeten. Ik was echt perplex dat iemand dat deed. En, maar een beetje rouwdouw natuurlijk, Hammy. En een andere opleiding en opvoeding dan ik natuurlijk. Voor mij was dat eigenlijk, daar praat je niet over. Puur natuur, dat nooit vergeten. Nou, dat was we hebben hier ook dat grote diner gehad in die kelder, weet je wel? Waar was dat voor? Was ook na het toernooi had je toch dat diner? Oh ja, 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 zeker. Dat is ja. Ook die enorme zaal ja. Met ja, die is met die ronde zaal. Lippen, laten wij naar binnen vleven, laten zoet naar binnen gaan. En hier hebben we dus ook een grote scène gedraaid, waar ze allemaal aan tafel zitten te eten. En die scène, dan zitten ze eigenlijk hier aan die tafel, die stond hier. En dan zitten daar een man of 12 aan. En dan is er wat in de soep gegooid. Zit er vlees in die soep? Zeker, heer. Geef mij mijn noot. Ja, dus vis. En jouw Sindela en Rutger lossen dan dat probleem later op. Oh, dat weet ik niet meer. Ja, we zijn net leden geweest, weet je. Jawel, was ze bij. Want ze speelde, Jacob van Renesse speelde een moppie aan je oor. Ja. Die zijn zo leuk, die twee. Dat vind ik zo speels en zo gezellig. En het is zo leuk en nonchalant. En dus dat werkte heel leuk. Geluid, loop, camera. Loop. 5:52, tweede maal. Inzal en klaar. Actie! En dan zag ik daar iemand boven met die boom in zijn hand. Helemaal zo naar beneden. En ik denk, wat komt daar nou toch? En wie is dat? Dat is de eerste keer dat ik realiseerde, echt weken nadat we begonnen waren, dat er iemand bestond, Ad Roest. Geluid, loop. 5, 2, 3, tweede maal. Als je bedenkt wat voor invloed Paul op ons leven of onze carrière heeft gehad, dat is ongelooflijk. Omdat hij natuurlijk een. Hij heeft ons in de gelegenheid gesteld om mee te groeien met hem. Alsof je dit zou moeten nemen. Nee, nee. Mensen, jongens, zo stil mogelijk, hè? Oké. Die soldaten lopen opzij. Hey, Tom. Dag, Paul. Hey. Dag, jongen. Hallo. Hey. Hey. God, leuk je te ontmoeten. En Ad? Nu, je dacht, Ad? Alles prima met Ad? Ja, prima. Nou, dan, zo dan. Heel goed. Ja, leuk. Oh, en dit is echt, ja. Want, ben je hier maar nooit geweest meer? Ja, ik ben één keer even langs gereden. Omdat ik toch... Uit nostalgie? Ja. Ja. Nou, dat is lang geleden ook al. Ja, dat is weer een paar jaar geleden. Ja, een paar jaar. 10, 15 geloof ik. Jullie zorgen voor Roland? Nee. Wat nee? Wij gaan met jullie mee. Jullie? Wij, ja. De dames willen een kasteel binnendringen. Ga nou borduren. Jij denkt dat vrouwen niks kunnen. Dan vergis je je lelijk. Tot ziens. Zorg voor Roland. Vind je dat? Wat wel heel leuk was, is dat hij heel erg open stond voor spontane dingen. Ik bedoel, als er iets ontstond op de set, dat hij ook lekker meteen doen. Weet je, dan, dat was wel heel leuk. Dus dat maakte die samenwerking ook heel erg heen en weer. Dit is eigenlijk het gebruik maken van de dingen die er toevallig zijn. Nou, kijk. Je moet naar de grond kijken namelijk, hier. Daar zit dit. En dat was er dus. Dat is niet door ons gebouwd. Dat is vroeger gebouwd als een vluchtgang. Van die dingen dat je denkt, goh, wat is handig, wat leuk is dat. Nou, dat gebruiken we. Maar dat is natuurlijk... Bij film toch komt dat veel meer voor dan je denkt. Wat ben je er beter gekomen? De koperhond is in aantocht. De koperhond?
Over 2 dagen is hij hier. Het krachtige van Paul was dat hij de serie... Dat hij dacht niet, we gaan leuk doen. Maar de serie is leuk en nu gaan we normaal doen. Ja, ja. Je hebt het toch wel een beetje realistisch gehouden, dat Floris. Ja. Afgezien dat er een touw de lucht in gaat, met magische krachten... blijft het eigenlijk allemaal een beetje binnen het kader van de werkelijkheid. Pas op! Bent u gewond? Spijt me erg. Komt hier anders nooit iemand? Wie heeft jullie dan aangehouden? Weet ik niet hoe die heet. Was een grote kerel. Hij kon Louis een stier. Maar met een zwarte baard. Ah, de zwarte baard was hier. Lange pier. Daar moeten we opschieten. Dat was doodeng. Toen werd ik op dat paard gehesen. Toen zat ik tussenin en toen ging dat paard ineens in galop. Ik weet nog wel dat ik toen heel hard riep remmen. Remmen. Op een paard. Nou, toen heb ik gegild van angst. Dat is goed. Dat is maar goed dat Adje er toch niet bij was. De sfeer was gewoon heel leuk. En zeker de aflevering waar we nu over hebben met Ida en Diana. Dat is natuurlijk een... Dat was gewoon een heel speelse aflevering eigenlijk. De ster die zo'n film maakt, heeft natuurlijk zijn stand-in. In dit geval fungeert een geluidsman als proefkonijn. Hey, is dat mijn aansteker? Verschrikkelijk veel lachen als er iets gebeurde wat we helemaal niet voorzien hadden. Gingen we lachen, dan moest het over. Ja. Of wij deden het goed en dan zei Adje, nee, voor mij niet, ik had geen geluid. Ja, laat hem wel naar beneden gaan. Goed te maken. Dank u. Ja, ga maar vast. Hapatee. Hij was heel inventief. Een buitengewoon bekwame jongen, gewoon, dat valt op. Gewoon, dat merk je dat iemand echt met dingen komt en je eigen denken continu verbetert enzovoort. Ja. Viola, als je soms een biechtvader nodig hebt. Viola, als je soms een biechtvader nodig hebt. Ja, je belt maar. Hè? Ja, je belt maar. Als je met Floris trouwt, kom ik op je bruiloft. Sst, hij heeft me nog niet gevraagd. Ach, die is met een natte vinger te lijmen. Tot ziens, Viola. Je bent een goed meisje. Met jou was diepgaande spirituele omgang mogelijk. Gunst, eerwaarde. Ik wist niet dat het zo heette. Viola, als je ooit nog eens een biechtvader nodig hebt. Eerwaarde, die heb ik al 3 keer per dag nodig. Oh! Ja. Paul. Gaat het? Nee, je bent helemaal niet veranderd. Nee. Nee. Maar jij toch ook niet? Nou, je ziet er geweldig uit. Oh, dankjewel. Ja. Ik vind het verschrikkelijk leuk om je te zien. Dankjewel. En in de tweede plaats om terug te denken aan... ik denk dat het... Floris-periode. Waarschijnlijk moet je dat hier hebben gedraaid of zo, die scène. Nee. Was het op Bloemenstein? Oké. We hadden al zoveel hier gedraaid, denk ik. En het was ijzig koud. Kapitein van Rossum voor de hertog van Gelre. Floris van Rosemond is naar huis teruggekeerd. Van Rosemond? Dit zijn zijn papieren. Een van jullie knikt die een van die dingen in tweeën, zo'n pion. Ja. Of een koningin of zoiets. Ja. Vraag, wat gaan we met Floris doen? En dan jij of Hans Kuhneman, die zat daar tegenover jou. Ja, die doet dan tak en dan gooit die stukjes op het bord. Ik dacht dat... Wat doen we met ze? Dat was toen 45. 45, denk ik, ja. En Kuhneman was jonger dan jij. Die was wel 35 of zoiets toen. Nou ja, kijk eens waar we nu zijn. Ja. Ik viel niet op Rutger. Nee, was mijn type niet. Nee. Hij was natuurlijk wel lekker om te zien. Hij kwam aanlopen en hij deed dus... Bam! Ik dacht dat de 70 waren. Hij zei, hij heeft ongeveer 170 programma's meegewerkt. Films, dit, dat, zo, televisie. Nou, hier is een scène waar Rutger
in de gracht springt. Het aardige van die scène was dat er een complot was, een klein complot. Ik schreeuw! Ik fluister. Ik luister. Ding, ding.